is zo knap. Oh, wauw. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is vandaag echt een mooi weer. Je kijkt eens aan, het zonnetje schijnt. Fantastisch. Hier op het einde van de tuin, daar in de hoek, heb je 's morgens altijd super nice zon. Dus dat is echt wel de moeite. Kijk eens aan. What the fuck. Die mol is hier echt aan het werk geweest. Damn. Yes, voor de mensen dan de copy trader willen joinen. Ik heb een template gemaakt, dus je moet niet meer op de call. Ik kan jou gewoon één bestand sturen en daar staat alles in uitgelegd om te joinen. Dus bij deze stuur mij een berichtje en wacht niet. Want het is echt een hele mooie kans. Je komt op de resultaten van een professional. Traden is een vak en dan laat je echt beter een vakman aan het werk. Al die advertenties die je ziet van bots en dit en dat, trekt allemaal op niks. Wij hebben zelf ook nog met een EA bezig geweest en uiteindelijk, oké, dat werkt wel, weet je wel, maar het is veel beter als je een vakman echt manueel laat rijden. En dat is ook gewoon een project dat 100% van ons is. Dus dit is super dik. Joe! In ieder geval, we gaan er vandaag een fantastische dag van maken. Ik heb niet te veel werk vandaag, dus daarom maak ik ook nog een vlogje. Dat is super chill. Het zonnetje is aan het schijnen, wat moeten we nog weer hebben? Hoor die vogeltjes hier fluiten. Best wel nice. Dit geeft zo'n beetje een lente-vibe. Ik denk dat de lente terug begonnen is. Lekker. Joe! De klimop is hier ook echt het bos aan het overnemen, zoals jullie kunnen zien. Check dit. Hier is de klimop echt het bos aan het overnemen. We zouden dat misschien eigenlijk een keer allemaal moeten losrukken, maar ja, goed. It is what it is voorlopig. Klimop, die gaat hem spannen rond een boom. Kijk, die hecht hem hier aan vast. En dan gaat hij die boom laten verstikken. En uiteindelijk gaat die boom omvallen. Godverdomme, ja. Maar ja, goed. Aan de ene kant, ik vind dat ook nog mooi. Als er zo'n boom is omgevallen, met klimop de rand. Maar het is echt niet de bedoeling dat klimop het bos overneemt, want dat gebeurt er in het Koningsbos van Knokke. En hier is het eigenlijk ook gewoon aan het gebeuren. Check, overal klimop, 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 klimop. Hoppa, hier klimop. Waar hebben we nog klimop? Overal klimop. En dit is een voorbeeld van zo'n boom dat gestikt is, zeg maar. Hoppa. De klimop gaat er rond en dan bam. Dat gaat natuurlijk niet in één keer, dat heeft heel veel tijd nodig. Maar check, hier is de klimop ook al aan het aanvallen. Op deze boom. Hoppa. Check dit. Wow, yo. Hoppa. Je zou het eigenlijk iedere keer een beetje moeten afhalen. Laat in de comments weten wat jullie denken. Of als jullie hier meer over weten. Wat ik hiermee moet doen. Hela. Godverdomme, ik was verschoten. Deze hond is altijd boos, het is niet te geloven. En die mensen zeiden, je moet misschien af en toe een goeiedag komen zeggen, dan gaat hij jou leren kennen. Dat heb ik echt 2 maanden aan een stuk gedaan en die blijft maar blaffen. Niet te doen. Wij hebben maar 1 huisdier en dat is een berggeit. Check, die zit hier. Een zwarte berggeit. Hoppa, dat is een heel zeldzaam model. Hoppa, yes, lekker. Oh, ik kan blijven zeggen dat het zonnetje heerlijk is. Want hier in België, de zon schijnt niet veel. En als de zon schijnt, profiteer er alsjeblieft van. Joe, let's go. We maken er vandaag een fantastische dag van. Laten we zeggen, ik ga nog eventjes naar binnen. Ik had alleen eens een filmpje aan het kijken. We gaan een keer kijken wat dat aan het doen is. Hoppa. Wat is er? Oh, is de film gestopt? Ja. Ik denk dat de film straks terug begint. Ze kijkt super graag naar Peppa Berg. Ze mag natuurlijk niet altijd naar een film kijken, maar soms wel. En wij hebben hier films aan al in de bibliotheek. Hè. Zoals jullie kunnen zien, deze films zijn weer aan al in de bibliotheek. Dus dat is super leuk. Kindjes mogen alles gratis meenemen in de bibliotheek. En daar is ze heel blij mee. Hè? Ben je blij met de filmpjes? Wat vind je het leukste? Filmpjes of boekjes? Je vindt een film leuker? Oh nee!
En je hebt zoveel boekjes, kijk eens aan. Het is hier echt ook een bibliotheek. Zoveel boekjes, niet te geloven. Jepla, oké, we maken er een fantastische dag van. Let's go. Joe. Hoppa, ik heb echt zin om... Oh yes, we hebben ingevroren blauwe bessen, dat is nice. Ik heb zin om nog een keer een smoothie te maken. Blauwe bessen, bananen, die zijn ook perfect voor de smoothie. Biologische bananen en die zijn al redelijk rijp, dus dit is top. Ja, hoppa, we zijn op pad. Hoi kippen. De kippen. Goedemorgen kippen. Goedemorgen. Yes, wij zijn hier lekker op pad. Shirley die is daar aan het klimmen. En ja, als ik met de kinderen naar buiten ga, is het altijd een momentje voor haar. Kom. We gaan op pad. Jazeker, we gaan op pad. Check dit. Dit is de ex-moto van Valentino Rossi. Een Aprilia. Een van de eerste motos waar hij zijn eerste wedstrijd mee heeft gewonnen. Zoals jullie zien, de Red Bull stickers hangen in de hop. Een collectors item. Wow, Catalea, kijk naar het zonnetje. Lekker, hè? Ah, wij gaan lekker op pad. Lekker wandelen. Lekker genieten. Joe. Wat? Ik heb een ding! Ja. Gezellig, hè? Catalea is lekker aan het spelen in de aarde. Jullie zien het, heel gezond als kinderen contact hebben met de natuur. Vitamine B12 is eigenlijk een grondbacterie. En als je gewoon in de natuur speelt, dan heb je die binnen. En dat is de reden dat er momenteel een heel groot B12 tekort is. Heel veel mensen zeggen, je moet dit eten, je moet dat eten, bla bla bla. Maar de realiteit is dat 90% van het vlees dat in de supermarkt ligt, er is daar gewoon B12 in geïnjecteerd. Normaal gezien eet de koe gras en heb je dan zo onrechtstreeks die B12 binnen. Maar tegenwoordig, 90% van het vlees in de supermarkt is gewoon een koe dat vet gemest wordt met soja. Dus dat is alles behalve goed. Ik kijk altijd voor grasgevoerd vlees. Hier in de buurt kunnen we dat ook gewoon kopen. Dat is heel gezond, maar dit is echt maar een heel klein percentage van al het vlees. En als je kijkt naar de supermarkt, 90% dat het daar ligt is rotzooi. Dat betekent ook dat 90% van de mensen volgestopt zijn met rotzooi. Joe! Kijk eens aan, Benito. Lekker aan het slapen in de hangmat. Hoe schattig is dit niet? Oh, niet te geloven. Juppa. Catalea blijft daar gewoon lekker spelen. Ze vinden het hier super leuk. Het zonnetje is nog altijd lekker aan het schijnen. Toch wel een plaatje dit. Er staat hier wel veel rotzooi in de tuin en zo. Maar ik denk dat het toch wel een plaatje is. Lekker genieten. Woehoe. Kijk eens aan. Hoppa. Ik heb hier in 20 minuten een pasta pesto gefixt. En een lekkere salade. Lekker Italiaans, lekker simpel. Wij gaan hier lekker genieten. Tito eet bosbes. Lekker? Ik denk het wel. Is het lekker? Ja. Ja? Jij lust graag pasta, hè? Ja, met champignon en paprika. Haar favoriete groente.
Of ja, champignons zijn niet echt groente en eigenlijk paprika ook niet, maar goed. Een van mijn favoriete maaltijden is pasta pesto met champignon en paprika. Wij gaan lekker genieten, eet smakelijk als jullie ook iets genieten of aan het eten zijn. Joep. Yes, wij zijn terug van een super nice fietstocht. Het was koud, maar het was wel mooi. Het was vandaag echt een mooie dag. Ijskoud en blauwe lucht, maar lekker veel zon. Hoppakee, kijk eens aan. Het zonnetje is daar aan het ondergaan. Heel nice. En wij gaan eten. Wat hebben we voor te eten? Van alles. Boterhammetjes, eitjes, salade, soep, kaas, olijven. Dit is trouwens... wat je altijd moet kopen, olijven in een glas bokaal. En die zijn goedkoper dan die olijven dan zo bij de delicatessen. En die olijven bij de delicatessen zitten vol met rotzooi en deze niet. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een scam. Hoppa! Ja, wat hebben we nog? Dit kippenwit, dat ga ik eten. Salade, boter, zijn we niks vergeten? Ik denk het niet. Wat ben jij aan het eten? Soep, is het lekker? Ja. Ja. Wat gaat Tito eten? Ei. Tito, ga je ei eten? Ja? Lekker. Yes, wij gaan lekker genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn.